Dit zijn leuke dingetjes, apart. Ja, dus normaal is het vloeren leggen en blokken draaien en dit is weer even heel wat anders. Als je mee hebt gedaan aan de Airborne wandeltocht, loop je er, als het allemaal goed is gegaan, 2 keer onderdoor. Dit is namelijk de start en de finishboog van de wandeltocht. Voordat deze staat, zijn er heel wat handjes voor nodig. Maar deze boog zal nooit meer hetzelfde zijn. Wij zijn hier vanavond in Oosterbeek. De boog wordt opgezet. Het is namelijk de eerste maandag in juli. Dus dan wordt altijd de boog opgezet. Waarom is deze keer nou zo bijzonder? Dit is de laatste boog in deze vorm, omdat de trolleylijn verlengd wordt. Die komt tot de rotonde bij de Oude Herberg. Dus de laatste keer dat deze boog geplaatst wordt met dit design. Vanwege de komst van de trolleybus komt er een andere vorm voor de boog. De bovenleidingen zullen dan op een bepaalde manier gaan dienen voor de start en de finish van de wandeltocht. Maar hoe dit er volgend jaar uit komt te zien, dat blijft nog even onduidelijk. Dat design is eigenlijk nog niet klaar. Dat wordt pas na deze tocht bepaald. Dus we zijn er wel over na aan het denken, maar dat komt later pas. We gaan een alternatief bedenken, dus die komt er ook echt aan. Dus het blijft in ieder geval bestaan. Het draait voor de vrijwilligers niet alleen maar om het plaatsen van de boog. Het is voor hun veel meer dan dat. Wat eigenlijk zo belangrijk is aan dit evenement, is namelijk als je hier gaat kijken, wat we dan zien is gewoon de eerste samen zijn met z'n allen. En dat betekent eigenlijk ook het begin van de Airborne wandeling. En dat is niks anders dan een familiegebeuren wat we hier zien.